zoek graag de verbinding met iedereen met wie we samenwerken elke dag om gelijke ontwikkelkansen voor ieder kind te creëren. Dat doe ik op heel veel verschillende manieren. En nu wil ik het dus met een vlog proberen. Om nog meer bij jullie op bezoek te gaan. Op weg te gaan door Utrecht, zoals ik dat gewend ben op mijn fiets. En mensen te ontmoeten. En met hen verhalen te delen waar zij ten diepste van zijn. Wat ze dan doen en hoe we daarin nog meer met elkaar kunnen doen wat nodig is. Vandaag sta ik voor de deur van Hanneke van Eiken. Jullie kennen Hanneke als de stadsdichter van het gedicht Eilanden. En met haar wil ik deze eerste vlog met jullie inkleuren. Hallo, André. Mijn naam is Hanneke van Eiken. Ik ben dichter, ik ben onderzoeker en docent aan de Universiteit Utrecht Rechtsgeleerdheid, Europees Recht. En ik ben moeder van 2 kinderen op een Utrechtse basisschool. Wat doe je dat je graag met anderen wilt delen? Dat is van alles eigenlijk. Ik schrijf veel poëzie. Dus dat deel ik graag met anderen. Ik doe dat in bundels. Je kunt me ook vinden op bepaalde muren in Utrecht. De poëzie geeft je de mogelijkheid, vind ik, om raakt zeg maar net een soort van andere snaar dan gewoon een college geven. Maar ook dat doe ik graag. Dus ik sta ook heel graag voor de klas. En behalve wat ik zelf graag wil delen, hou ik ook heel erg van de dialoog. Dus ook met mensen in verbinding zijn. Waar ben je ten diepste van? Mooie vraag. Van verbinding tussen mensen. Van leren van elkaar. Ook van een gemeenschap vormen met elkaar. En in het gedicht Eilanden dat ik dus schreef. Hè, zeg ik aan het eind. Het hart van het land. De berg van het eiland steekt altijd uit zee. En voor mij staat dat ook heel erg voor een soort van wat is je diepste wezen? En kun je overeind blijven staan ook als alles om je heen heel rumoerig is. Als er orkanen en stormen zijn. Wat heb je nodig om het nog beter te doen? Nog beter doen? Dat is best een lastige vraag. Ik denk dat het heel belangrijk is om altijd te kijken hoe sta je in je kracht. Wat ik probeer als docent om aan mijn studenten mee te geven is hoe kun je bijdragen aan de maatschappij. Dus niet alleen maar leren wat, zij studeren rechten, hoe is het wet in elkaar, maar ook wat betekent jouw rol als jurist in de samenleving. Ik denk dat dat heel erg wezenlijk is. En hoe kun je ook kansen creëren voor mensen die die kansen bijvoorbeeld niet hebben. Als moeder, hoe kun je het beter doen als moeder? Nou, je kunt het altijd beter doen als moeder. Maar wat ik heel erg heb gezien is dat kinderen zijn heel veerkrachtig. Ik denk dat een school heel belangrijk is voor kinderen. Een docent is echt van wezenlijk onderdeel van een kind zijn dagelijks leven. Dus ik ben heel blij dat de scholen nu weer open zijn. Dat de kinderen weer naar school kunnen. Ook omdat dat hen structuur biedt. Hun eigen soort van omgeving en wereld waar zij ook zeg maar, hun plek hebben. Los van hun familie. Hè? Dus hoe fijn ik het ook vind om met mijn kinderen te zijn. Is het ook heel gezond dat zij een soort van eigen wereld hebben naast die van mij. Dus ik denk dat de school echt een wezenlijk onderdeel daarvan is. Van hoe kinderen zeg maar, kunnen leren en opgroeien en ook van elkaar leren. Zo waardevol wat Hanneke met ons deelde net over de kracht van woorden. De kracht van jezelf kennen, je eigen kern, je eigen ik. Dat wat je helpt om die orkanen te weerstaan. School is een wezenlijk onderdeel van het opgroeien van ieder kind, van het mens worden. En school is ook in dit netwerk een belangrijke verbindende factor in de samenleving. Scholen zijn weer open en daar zijn we super blij mee. En als samenwerkingsverband staan we daarin ook weer voor jullie klaar. Meer weten over het samenwerkingsverband? Check eens op onze website. Abonneer je op onze nieuwsbrief of volg ons op de social media. Deel je verhaal. Vertel ons wat je nodig hebt, zodat we er samen nog meer kunnen zijn voor ieder kind.